Hallo, goeiedag. Ik ben Cynthia, ik werk bij de Tiense Suikerraffinaderij. En vandaag wil ik graag meer te weten komen over wat er hier gebeurt bij de Voedselbanken Oost-Vlaanderen. Kom, ik neem jullie mee rond. Ik zie hier soep, popcorn, dus dat is ook al super. Lekkere wafels, speculoos, dat ziet er allemaal echt wel heel goed uit. Oh, peperkoek. Echt wel heel veel eten. Mag ik vragen wat je hier zo aan het doen bent? Wel, wij schrijven hetgeen dat ze gekregen hebben, noteren wij. En wij schrijven de hoeveelheid op, hoeveel kilo's dat ze krijgen voor mee te nemen met de camion. Dat ze met al hun papieren in orde zijn. Amai, zoveel voedsel. Maar ik mag eigenlijk niet te veel tijd verspillen, want ik heb een afspraak met Denis. Hij is de voorzitter van Voedselbanken Oost-Vlaanderen. Maar waar is hij nu eigenlijk? Ik ga hem even zoeken. Denis? Zeg, waar is Denis? Denis, waar ben je? Hier ben ik. Wat is de bedoeling van de voedselbanken? Wel, de voedselbanken die hebben twee doelstellingen. Eerst en vooral de strijd tegen verspilling, maar heel zeker ook tegen honger. Dus al hetgeen dat u hier ziet, zijn allemaal voedselpakketten die vandaag zullen uitgedeeld worden aan onze caritatieve verenigingen. Die het verder zullen uitdelen aan de kazernen van ons land. En dus jij probeert hier dan alles in goede banen te leiden? Ja, absoluut. Als verantwoordelijke is het wel nodig, want wij werken toch met 57 of 58 vrijwilligers. En wat voor voedsel ontvang je het meest? We kunnen dat indelen in verschillende belangrijke groepen, zoals bijvoorbeeld wat wij noemen de droge producten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan spaghetti, confituur, suiker. Dan hebben wij ook hetgeen dat wij noemen de verse producten. Dan hebben we ook de groenten. En ten vierde dan hebben wij ook nog de diepvriesproducten, zoals bijvoorbeeld bevroren brood. Suiker. Ik weet dat er ongeveer 50 ton suiker wordt geleverd over alle voedselbankvestigingen hier in België. Kan je mij daar meer over vertellen? Ja, dus die 50 ton zijn natuurlijk niet te sluiten voor de Voedselbank Oost-Vlaanderen. Wij zitten met 10.500 kazernen die wij dus maandelijks gaan helpen. En wij krijgen dus proportioneel een aantal paletten suiker. Het wordt geweldig geapprecieerd. Oké, Denis, bedankt dat we mochten langskomen en bedankt voor je uitleg. En we wensen je nog heel veel succes met de onderneming. Ik word hier ondertussen weggebracht, dus tot de volgende vlog. Ja.